jullie zien het. Ik heb een pakketje en die gaan we even uitpakken. En ik heb Karin aan de telefoon nog steeds. En Roderick hoor ik ook. De baas zijn geld. En dan kan het wel, hè? Staan te kletsen. De baas betaalt wel door. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds maandag, de 25e van de 4e, 2022. En we leven om 12.45 uur. Dus welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En let wel, ja, er komt vandaag een hele mooie online. Ja, echt wel. Ik had natuurlijk een beetje langer dan dat jullie gewend zijn. Maar dat zien jullie wel. Ik ben er helemaal wouds van. Helemaal blij. Ja. Want, wat had ik uitgerekend? Dat we vandaag 14 jaar en 8 maanden geloof ik, getrouwd hadden kunnen zijn. Ja. En in plaats van dat hij morgen online komt, komt hij vandaag online. Ja. En de schilders, die hebben in de tuin enkel te zijn nou aan het lunchen. Maar dan zet ze die verftroep op de grond, weet je. Ik zet het op de picknicktafel, ik heb 2 honden. Ik zal er straks wel wat van zeggen als ze er zijn. Haal dat van de grond af, want ik heb 2 honden die ook af en toe de tuin in willen. Dus denk erom. Maar ja, komt straks wel. Ik ga nou met ze lekker lopen. Ook Claudia, mijn huishoudelijke zorger, die komt. Dus ja, een drukke dag weer, lieve vrienden. En het is hier nou bewolkt, het is niet mooi weer. Het is ook koud, 10 graden, zei Google Home daarnet. Ja. Dus, hoe en wat, ik weet het allemaal niet. Maar ik vind het niet fijn, dat weer. Nee. Helemaal, het zonnetje is helemaal weer vertrokken. Helemaal achter de grijze bewolking. Maar ja, je kan niet alles hebben vanzelf. En ik hoor ook Gandalf mekkeren. Nou, die krijgt straks wel aandacht. We gaan nou er vandoor zo meteen. Maar in ieder geval, ja, dat wil ik jullie wel even meegeven. Het is koud, dus trek een warme jas aan. Het is nog steeds, nog steeds april. Dus ja, gewoon voorzichtig wezen met jezelf, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, en helaas komt Claudia vanmiddag niet. Nee, die komt morgen en ze komt vrijdag. Helemaal top. Ja, ik ga even naar buiten, daarom heb ik mijn jas nog aan, want de meisjes zijn uit geweest. Ik heb Karin aan de telefoon, dat zal niet zo. Maar het is wel zo. Ja, we gaan nou naar buiten toe. Nee, jij gaat niet naar buiten toe, want er staat nog verre van alles buiten. Jij blijft binnen. Nee. Nee. Blijf. 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 Pas op. Hi. Hallo. En daar hebben we meneer de schilder. Die is, weet ik veel wat aan het doen. Niks. Aan het schuren. Niks. Wat zijn we aan het doen dan? Maar in ieder geval, ik heb een vraagje aan jou. Je hebt hier ook je verfspullen staan. Ja. Maar mijn meisjes laat ik ook wel eens eventjes in de tuin lopen. Die 2 honden. Ja. En dan komen ze eraan. Ja. En dat mag niet. Dat moeten ze niet doen. Ja. Vertel hun dat, maar even op tafel te zetten. Zet hier wat op. Ja, graag. Je komt er wel gekleurd op, hè? Je weet het, hè? Ik ben een vlogster en... Ja. Wat bent u aan het doen dan? Vloggen. Dat mag niet, hè? Ik mag wel. Ja, maar niet mij. Ja. Nee. Het staat duidelijk op mijn raam. Naar binnen! Naar binnen! Wegwezen! Rijka! Rijka! Nee, nou even niet. Nou! Ja. Pot, verdik je. Kom! Goed zo. Zo, nou, we zijn weer binnen. Lekker warm. Ja, jullie zien het. Ik heb een pakketje en die gaan we even uitpakken.
En ik heb Karin aan de telefoon nog steeds. En Roderick hoor ik ook. Maar ook is de schilder bezig. Nou ja, dat wil je niet horen eigenlijk. Maar daar zit ik dus weer in. Even een scherp schaartje. En moet ik eerst even dat openmaken. Anders kunnen we er niet bij. En dan zal ik jullie zo meteen kantelen. Oh, hij gaat weg. Oh, even een paar minuten rust. Goeie dikke. Hij wil even niet hoor. Het zit goed vast. Ja, het zit goed vast. Zo. Nou, doen we zo. Dames, waarmee is niet nodig. Niet nodig. Af. Eén. Rustig. Plaats. Sorry, lieve vrienden, maar we gaan verder met het uitruilen. Nou ja, een loos papier. Dan heb ik hier een pakketje, die zwaar is. Dan heb ik hier nog loos papier en een doosje, die is nou leeg. Dus ja, doosjes kan altijd wel van de pas komen om dingen in op te ruimen. Maar aangezien dat ik al denk ik weet wat dit is, jeetje, er zit nog een even kijken. Nou, ik weet niet of jullie dat allemaal kunnen zien. Dan zal ik er nog even een foto van maken. En dan weten ze daar geen van wat het is. Want ik heb er totaal geen zoege verstand van. Dus, nou, dat is mijn pakketje. Waar ik geen verstand van heb. En ik geloof dat mijn Eén termen waar de geef is. Elwing, plaats. Elwing, plaats. Jij ook, Rijka. Ik hoop dat ze snel klaar zijn. Maar in ieder geval, dat is het. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, lieve vrienden. Is nou weer even bezig. Nou ja, ik ben in mijn huis. Die zijn het helemaal niet mee eens. Ja. Moeten jullie wat lekkers? Gaan jullie mee? Kom daar. Stokkie. Lekker. Oh, moeten jullie wat lekkers? Ja? Zit het hier alweer? Zit het hier al in? Ja? Zit het hier al in, hè? Oh, wauw! Jij ook? Wauw, oh, wat lekker! Oh, wat lekker! Goed zo! Lekker meisje. Ja, hè. Nou, dat wordt afgekeerd. Opnieuw, mijn raam. En dan
wel helemaal zo omhoog moet hij. Maar ja, het staat er toch ook duidelijk op, hè? Maar ja, oké. Okay. Is het lekker? Ja, hè? Lekker, meisje. Nou, zo zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En geniet gezellig weer met ons mee. Nou, camera uit. We staan nog steeds bij de poort te lullen. Met de camera loopt. Nee. Ja. Ja, echt. Ach ja, het is de baas van geld, hè? De baas zijn geld. En dan kan het wel, hè? Staan te kletsen. De baas betaalt wel door. Dacht ik zo. Ja, wel door. Dan gaat die andere ook weg. En dan blijft die ene hier die er niet op wou. Oh ja. Dan heeft hij pech. Het is mijn huis. Mijn camera die staat in huis. Wat gaan we doen? Dan gaan we naar dinsdag de 12e toe. Dat weet ik al wel. En dan komt Karin ook weer. En dan gaan we de stad zeker in. Weet ik veel wat te doen. Dat zijn de hele week niet. Er zijn maar twee filmpjes van. Oh, we zijn naar Blokker geweest. Ik zie het al. De dierenwinkel, Blokker. En jij had die zak met koekjes op tafel staan. Ja, dat was de 12e. Dan geef ik me twee filmpjes. Dinsdag de 12e. APR. Samen met Karin naar de dieren speciale zaak Blokker. Gaat hij juist net ergens staan te poetsen en te doen? Oh, hij is wel te zien. Ja, hij zit bij de schuur. Mijn schuurdeur. Ja, even kijken om met inzoomen. Jo. Wat moet jij nou, kleine onderkruipeltje? Klein onderkruipseltje. Zeg dokter Lief,
Ik schrik me rot, gek beest. Wel. Ik wou je vertellen wat ik van jou. Is het zo? Maar toen kwam er eentje aangelopen en die komt met een natte koude neus aan mijn vingertjes. Dat is wel handig. Ja, dat is zeker handig. De 13e. Woensdag de 13e. Wat gaan we doen die dag? Ik weet het niet. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Hallo, maar ik vind het leuk dat er twee heren aan de hoop opstaan hoor. En bij de Chinese muur. En dat is namelijk in de 18e. Oh ja, ja, ja. De 13e was Meri ook jaar. Toen ben ik s'avonds naar Meri gegaan. Wat hadden wij overdag? Paarspulletjes opgehangen. Ik moet nou trouwens nog 3 eitjes weghalen. Hangen nog allemaal op. Oh, Claudia, die kwam ook, ja. Dus, wat was het? De 13e. Woensdag. Claudia. Nou, die komt sowieso. Ik weet het even niet of jij en het vindt er stag. Maar toch vind ik geen kraal lekker. Geen kraal, ja, dat is zo lekker, geen kraal. Ja, lieve vrienden, Claudia is alweer de deur aan. Die is alweer naar de volgende werkkamer. En ja, het is weer goed gegaan. Nou, het is een top, het is een beetje goed gedaan. Nou, en ik ben bezig geweest. Mijn bovenkant van de bureau is klaar. Ik heb jou niet gezien, maar je bent toch ook een dag niet geweest bij me? Ja. Oh, ik weet het niet. Ja. Hou eens even op! Dat is avond. En jij zit niet in je stoel. Ja, lieve vrienden, we zijn druk bezig. Ik heb een paar zakken.
is die? Oh ja, hij is weg. Nou, kun je dat wel weer uit doen. Hij is weg, was ook zo. Gezellig met Karin lunchen bij. Oh, Bobby. Ja, geduld is een schone zaak. Zou ik zo zeggen. Dat is van de Heldenees. Ja. Ook van de Heldenees. Ook van de Heldenees. Dat gaan we even opzoeken. Deze dame, die is bij dokter Lonten ook geweest. En voor haar maatschappij en voor haar pet op geweest. Maar zij is ook anders. Zij heeft dus namelijk op mijn bericht hier. Weet je wie het daar ook al gezegd? Weet ik niet meer. Dan is het vast en vast onaanleefd geweest. Nee, dat was over Avanti. Maar ik heb het opgezocht. Nee, restaurant Avanti. Daar heb ik gekopieerd en erbij gezet.
Nee, dat moet geen vier wezen, het moet een drie wezen. Wat moet je mij vragen? Rapunzel, wat? Ja! Oh, nee, echt wel. Dan moet dit ook, dan moet ook nog een foto van mij worden gemaakt. Niet zo, maar zo. Op deze manier, zoals van Remel. Dan moet ik eventjes twee dagen gewoon samen weer een foto van creëren. Dat het, maar ik misschien daarheen komt te staan, dan zou ik bij Remel, weet ik veel. Ja? Nee, dat hoeft niet. Mama die weet precies hoe ze het moet doen. Dus nee, doe het maar opvragen. Oké, prima. Doe het maar opvragen. Niet bij. Ja. Ja, mag het ook een andere achtergrond hebben? Mag dezelfde soort van blijven, alleen die niet moet ietsje kleiner ter grootte van de macro, dat het niet even groot is als de macro, zeg maar. Ja, kijk ook. Dan misschien dat witte van de nie, dat macro blauw. Ja. En dan naar elkaar. Ja. De macro links en de nie de rest. Aha, wacht even. Wacht even, dus de nie moet rechts en de macro moet links. Grijp ik dat goed? Dan moet het macro ook niet. Ja, inderdaad. Ik jou begrijp. En mag het een andere, dat bij de nie, de buitenste lijntje is zwart en daarom één heen is weer wit. Mag dat wit weg of mag de een andere kleur? Wit, dan krijg ik hetzelfde. Met blauw als de macro. Oké. Okay. Dat doen we. Zeg maar, dat wordt je niet lang in het blauw staan. Juist, dat bedoel ik. Oké, dan en als ik u nog even... Ik ga eerst even dit opslaan. Ho, daar schrik ik van. Ik moet eerst even uploaden. Hoe deden we dat ook alweer? Zo, en... Knap en wel afbeelden op zelfs. Daarop, nee hoor, ik zet het gelijk in mijn programma. Ja, prima. Dat gaat allemaal... Tegenwoordig heel automatisch. Die. En dan die. En dan ik geef haar een opdracht en dan doen we dat gewoon op haar manier. Zo is. Dan kom jij met een achtergrond. Dan weet ik het even niet meer. Ik stel het altijd aan mama over. Klaar. Ik geef mama een opdracht. Wil dat een klaar punt uit het boek? Juist. Zal ik je wat vertellen? Het plaatje nie is veel maal kleiner dan die blauwe. Oké, maakt niet uit. Maar die foto die ik u nu net door heb gestuurd, ja. Dat is van Raymond en dat is dus eigenlijk even mijn, hoe heet dat nou, van mijn werkloos, hoe heet dat, jobcoach. Ja. En van Gerlo. Ja. En ik moet dus ook een foto maken van mijzelf. Ja. Ja. Moet u even kijken en dan als de foto van mij ook gaan laten maken door wie dan ook, misschien de bureau vandaag. Maar dan moet ik ook zomaar in ieder geval dichtbij. Dat is wat ik heb leren. Ja, maar gewoon een beetje van afstand. Dat gewoon wel ongeveer op de hoogte wat en wat nou van en van Raymond is, zeg maar, dit. Ja. Dan zou dat anders heb je dan ook nog mee. Tot aan hier ongeveer, tot net bij mijn buik, zeg maar.
Ja. Als je daar dus dit gewoon ook zo maakt, zeg maar voor mij, dan kan mama mij dan weer pleuren. Ja. Daarnaast. En Rodi had er eigenlijk weer een vraag over. Hè? En dat is. Maakt maar helemaal niks uit. Zeg maar. Het maakt mij totaal niks uit. Of zal ze in een bos staan of bij zee staan. Het maakt mij niks uit. Ik haal alles buiten om haar weg. Waarom moet ik zeggen? Ik vind het niet dat er nog meer getast is. Nee, maar kijk. Mama is zo goed en we hebben nog programma met een tube. Wat ik nog niet kan en dat wil ik heel graag van mama leren. Maar voor Pop staat het gewoon nog niet snel. Die dus ook Sorry. Opslaan. Mij niet bellen. Mij niet bellen niet. Hoe daar naartoe? Daarin opslaan. Weg. Nou de macro. Ik kan ook niet slapen hoor, vannacht. Nee, ik toch ook niet. Ik ook. En dan ga jij zeggen van ja, maar dat is zo niet, maar je hebt ook nog een andere ding. Maar het is echt wel een ding, weet ik veel dingen regelen, wat ik wou zeggen. Nou, mag ik maar. Ik heb een vraag aan jou. Ik weet niet of je daar naartoe komt, maar ik was even bezig met mijn. Dat soort dingen. Ja,
Is goed, schat. Is goed, later. Later, lieverd. Is goed, doei, doei. Schat. Zoals jullie weten, zijn de schilders hier geweest vanmiddag. Tenminste vandaag, de hele dag. En ik ben net met de hondjes uit geweest. Maar ik laat jullie even zien wat er nou allemaal gedaan is aan de achterkant. Ik ga niet naar voren, want je waait weg. Ja. Ik ben bek af om met de meiden. Nee, je blijft binnen. Binnen. Blijf. 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 Nou, dat is dus geschuurd, die deur. Dat mocht nog niet geverfd worden, want ze waren daarmee bezig. Dat moet drogen. Na een dag drogen mocht het wel. Nou, dat is nou allemaal wit. Dat raam is een ander kleurtje dan de deur. Ze noemen dat, geloof ik, anthracite grijs. Nou, mijn hele kozijn is nou wit. En dat bordrand moet ook wit. Ja, nou ja, de buurman die heeft zijn huis gekocht, daarnaast ook. En daarna, daar is het ook allemaal nog, die bordenranden moeten nog gedaan worden. Ja, dus ja, dat dus. En dan gaan we hier naartoe. De scheurdeur is dus ook al gedaan. Ja, maar het kozijn, daar zie ik niks aan. Nee, omdat de... Ze vragen opeens, mag ik de sleutel, mevrouw? Nee, voorheen wel. Of kunt u de schuur openen? Want het is er gewoon niet bij. Nee. Maar ja, dat zullen we het beleven. Ik weet niet eens wat ik aan de zijkant heb, maar het is zo bitter koud, lieve vrienden. Dat willen jullie niet weten. Het zonnetje komt er nou net pas doorheen, want het is de hele dag... Die lucht geweest. De hele dag donker, grijs en grauw. Nou, brede bewolking en er komt blauwe lucht tussen. Dus ja, dat is wel weer lekker dan. Maar ik wou dat die wit maar eens ging zakken. Ja. En dus. Nou, we gaan weer naar binnen. Tut, tut, tut. Nee, vrouwtje wil naar binnen. Oh, wat is dat nou? Waarom wil het niet? Oh. Nee, hij wil nog niet. Ik weet niet waarom, hoor. Ik moet op Honewees weer een drum verkopen. Wat ik niet zo fijn vind. Dus er mag weer één bij. Moet je kijken, die hele kier. Jij ziet daar het daglicht er doorheen komen. Dus hoezo stoken? Hé? Jongen, nog en toe. Nou, dan moet er eens eentje bij komen, hè? Ja. Hij is gewoon weer, ja. Hij is weer krom. Pas als we een nieuwe deur plaatsen, dan hou je op met de gesoden hannes. Want ik blijf. Hoe heet dat? Bellen van die deur is krom. Nou, dan morgen ben ik de eerste die dat gaat doen. Ja, echt wel. Ik bel ze op, want dit kan zo niet. Dan zorgen ze maar eens een keer voor een betere deur. Ik loop al jaren te zeuren, hè? Ja, echt. Maar ja. Ik ga er toch echt eens eventjes met mijn vuist op tafel slaan. Iedere keer maar tocht strippen. Hallo? Geef eens een deur die goed is. Maar ja, wie ben ik? Maar oké, ik heb ook mijn eten al klaar. Ik zal het jullie laten zien. Ja, gewoon een simpel maaltje hoor. Groente, vlees, paprika. Kijk, bloemkool. Dus een uitje, een schippeltje. Dus ja, dat dus. Dus we gaan zo meteen lekker even ervan genieten. En
Het is op die klok 6:50. Oh, 18:47. Nou ja, bijna. Ja, het is ook nog niet echt 6:50, maar doet er niet toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, veel plezier! Ja, wel trusten, lieve vrienden. We gaan een bedje toe. En ja, ik wil jullie dus wel trusten wensen. Alwin ligt daar. Rijker ligt hieronder. En Kandalf, die is geloof ik net naar de doeks toe. Maar ja, het maakt niet uit. Maar ik wens jullie wel wel trusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit jullie bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot morgen.